Goedemorgen allemaal. Dat is altijd leuk. Dan gaan we het maar zo doen. Eigenlijk veel introductie zal ik wellicht niet meer moeten geven. Ik ben Brecht, sinds gisteravond blijkbaar ook bekend als de persona Bob, ben ik achtergekomen. Zoals gezegd, ik ben een fanatiekeling in WordPress. Ik gebruik het al heel lang, initieel voor te bloggen. Gewoon een eigen blogje opgezet. Na een paar jaar wat meer beginnen rommelen. Je past al eens een thema aan. Je zoekt eens je eigen layout. Denk hoe dat de meeste van ons eigenlijk allemaal gestart zijn met WordPress. Dan plugins, dan een keer een functietje hier en daar beginnen aanpassen. Kortom, eigenlijk steeds meer daarin gerold. 2008 ben ik terechtgekomen bij Combel, een hostingbedrijf waar ik sinds initieel gestart ben als support engineer, ondertussen senior support engineer. En binnen die functie heb ik mij dan echt zitten specialiseren in uiteraard WordPress, maar vooral performantie en security bij WordPress. Nu, vandaag ga ik spreken over schalen op een klein budget. Er zijn een aantal voorwaarden waarover ik het wil hebben. En dat is iets. Dit is letterlijk een screenshot van een omschrijving van een basis hostingformule. Een absolute basisformule. Het goedkoopste van een niet nader genoemd bedrijf. En daar zien we eigenlijk al een paar hele belangrijke zaken. Vooral dit, de PHP workers. Dat wil zeggen dat je ook maar 25 concurrente bezoekers kan accommoderen. Dat is weinig. Zeker als je grote aandacht krijgt, grote hoeveelheden trafiek krijgt, dan trek je dat gewoon niet. Het ziet er ongeveer zo uit. Dus als daar een 26e bezoeker op dezelfde moment naar die site probeert te gaan, gaan die eerste 25 netjes verwerkt worden. De 26e krijgt een wit scherm nog steeds te zien dat het aan het laden is en aan het laden is. En pas als de eerste van de 25 verwerkt is, komt er een slotje vrij om de volgende te gaan accommoderen. Wat gebeurt erbij? Als dat er 26 zijn, gaat één persoon eens wat een trager laden hebben. Als dat consistent, seconde na seconde na seconde blijft voorkomen, dan gaat die wachttijd steeds maar oplopen en oplopen totdat je bezoekers time-outs krijgen. En dat wil je echt niet. Dus om dit te gaan simuleren, en met het doel van deze talk, want als je dit wil gaan testen, wat ik vandaag ga uitleggen, ofwel overleg je best eerst met je hosting provider, ofwel zet je iets op DigitalOcean of wat dan ook. Want als je dezelfde hoeveelheden trafiek er naartoe gaat duwen als ik gedaan heb voor deze talk, dan word je gewoon geblacklist. Want dat is in essentie bijna een DDoS dat je eigenlijk doet. Dus om het zo realistisch mogelijk te houden, heb ik zelf ook gekozen voor een limiet van 25, net zoals op de screenshot van de hostingpartij. Memory limit van 128, eveneens. En alles draait eigenlijk lokaal, zoals ook bij heel veel shared hosting het geval is. Database op dezelfde server, webserver op dezelfde server, alles lokaal. Nu, wanneer we samenwerken met grote partijen, die hebben grote budgetten om te schalen. De technieken die ik nu ga uitleggen is eigenlijk vooral gericht. Bijvoorbeeld een vereniging die eens een eenmalige media aandacht krijgt of een groot evenement op poten zet. Die hebben vaak niet de budgetten om te gaan met grote trafiek. En dan als webbeheerder of als provider krijg je dan vaak de vraag van de klant. Ja, volgende maand gaan we een evenementje organiseren. Kan je ervoor zorgen dat mijn website de trafiek aan kan, dat ze online blijft? En dan ja, zeggen wij uiteraard allemaal, natuurlijk, hoeveel bezoekers schat je ongeveer? Niet te veel, een paar 10.000 per uur. En de meeste onder ons hebben dan zoiets van, even in volledige paniekmodus. Dus daarom zijn er eigenlijk een aantal stappen die ik ga gebruiken om tot eigenlijk een geoptimaliseerde setup te komen. Het doel daarbij is eigenlijk om op een zeer, zeer laag budget te blijven. We kunnen daarin schalen, maar de setup die ik hier heb is bedoeld voor makkelijk enkele tienduizenden per uur aan te kunnen. Hoe gaan we dat gaan testen? Zijn er hier mensen die al van Apache Benchmark gehoord hebben?
Oké, okay. Één iemand. Dat is top. Oké. Okay. Nee, dat is goed. Dat wil zeggen dat ik jullie een en ander kan meegeven. Ik vind dat fantastisch. Dat is eigenlijk een tool die gebruikt kan worden om load te gaan simuleren op een website of op een server. Als je een Mac-gebruiker bent, zit het gewoon in de terminal ingewerkt. Maar je kan het ook gewoon installeren via apt-get op Linux of binnen de Linux-integratie en Windows tegenwoordig ook. Daarvoor gebruik je gewoon apt-get install apache to utils. Nu, eens dat we dat geïnstalleerd hebben, dan gaan we aan de slag om onze site te testen. In de eerste instantie ga ik ze sequentieel sturen. Dat is een heel belangrijke nuance. We sturen 1000 verzoeken, 1000 bezoekers na elkaar, één per één, naar de website die ik heb opgezet op die DigitalOcean omgeving. En dat doen we eigenlijk met dit commando. Dus AB, dan min N gebruik om het aantal te specifieren en dan geven we eigenlijk de hostname mee waar dat die naartoe moet. En dan gaat die beginnen. Ik was eerst van plan om ze eigenlijk met video's te doen, maar het zou te lang duren, dus ik heb gewoon screenshotjes genomen en dan toon ik jullie de output. Dus je gaat zien dat die sequentieel die request eigenlijk gaat verwerken en gaat sturen. En dan krijgen we onze output. Nu, er zijn een aantal dingen die daaruit naar boven komen. Dit zijn eigenlijk de hele belangrijke zaken. Hieruit komt dat eigenlijk onze standaard setup zonder enige tweaks of wat dan ook op dit moment sequentieel een 7,6 bezoekers per seconde kan gaan accommoderen, kan gaan bedienen. De totale verwerking van zo'n request is op dit moment respectievelijk 130 milliseconden. Nu, dit is ook gewoon een standaard WordPress installatie zonder iets bij. Uiteraard, als je daar veel foto's in zitten hebt, gaat dit omhoog gaan, sowieso. En een andere belangrijke factor is ook, onderaan krijg je nog een opleisting van de verwerkingstijden. En je gaat zien, de traagste zat zelfs aan iets meer dan een seconde, zoals een die helemaal achteraan de rij zat. Nu, die gaan we diezelfde test eigenlijk gaan herhalen, maar nu voegen we eigenlijk een nieuw argument toe aan ons commando. In dit geval zeggen we van oké, we sturen nog steeds dezelfde 1000 bezoekers, maar we gaan ze in batches, dus in hopen van 200 concurrente requests tegelijkertijd sturen. Dat wil zeggen, echt gewoon nu, dit moment, 200 bezoekers naar de site. Volgend moment, 200 bezoekers naar de site. Echt, dat is eigenlijk al een behoorlijke belasting. En dan zien we daar wel wat interessante zaken in. Eerst en vooral, de server houdt zich nog altijd vrij netjes recht. 16,98 requests per seconde verwerken. Op zich goed. Maar als we kijken hiernaar, zien we dat het laatste verzoek eigenlijk 54 seconden in beslag heeft genomen. Dus er is een bezoeker geweest die 54 seconden heeft moeten wachten tot de pagina volledig geladen is. Daaraan beginnen we te merken van oké, die eerste paar verwerkingen die zijn best oké, die gaan nog vrij snel erdoor komen. Maar naarmate dat het aantal bezoekers gestaag blijft komen, vertraagt de werking van de server en duren de requests langer. En we zien het hier ook. Time per request zit nu ondertussen al op 58 seconden. Dus dat is in tijden van vandaag niet meer acceptabel voor de bezoekers. Die ben je gewoon kwijt. Dan gaan we nog een beetje verder. Nu gaan we 1000 bezoekers in één concurrente batch gewoon allemaal tegelijkertijd naar onze server sturen. Heeft iemand een idee wat er gebeurt? Dit. Na een goede 300 simultane bezoekers geeft hij er gewoon volkomen de brui aan en gaat hij volledig neer. Einde website, bezoekers kunnen er niet meer aan. En als je geen goede systeembeheerder hebt die snel kan schakelen, dan ben je gezien als dit soort trafiek blijft komen. En dit is exact wat we nu willen vermijden met de technieken die ik jullie nu ga uitleggen. Voorleer dat we daaraan beginnen, wil ik eerst nog even een belangrijk verschil maken. We horen heel veel, opschalen is een modewoord. Scalability is een trend, het is een hype.
Maar er zijn eigenlijk twee soorten van scaling waar men over spreekt. We hebben scaling up en we hebben scaling out. Om dat duidelijk te maken, ga ik eerst even twee slides tonen. Scaling up, of verticaal schalen, is eigenlijk gewoon, je behoudt dezelfde server, maar je hoort er meer budget tegenaan om meer RAM te krijgen, meer CPU, meer disk, whatever. Het probleem daarmee is dat dat een vrij eindig verhaal is. Want in je server, zelfs al werk je gevirtualiseerd, kan je op een bepaald punt geen extra RAM meer toevoegen, geen extra CPU's meer toevoegen, want je komt dan op de limieten van je platform, sowieso. Scaling out, of horizontaal schalen, is eigenlijk een iets slimmere aanpak. In plaats van de server te verzwaren, ga je eigenlijk extra nodes gaan toevoegen. Die maar even zwaar zijn als je standaard server. Maar gezamenlijk kunnen ze wel veel meer verwerken. En puur naar kosten toe, is horizontaal schalen eigenlijk interessanter dan verticaal schalen. Vooral wanneer je echt naar de hogere limieten toe gaat, dan wordt het bij verticaal schalen een zeer dure aangelegenheid. Terwijl bij horizontaal schalen kan je hetzelfde bereiken met een nog altijd gestegen budget, maar lager. Nu, een eerste stap die ik zou adviseren in dit geval, om tot een vrij performante opstelling te komen, is het schalen van je database. Nu, er wordt heel veel gesproken op WordCamps over scalability en er zijn heel veel mensen die spreken over Varnish en over Redis en over Memcached en ik ga het er ook nog over hebben. Maar er is een belangrijke factor dat vaak vergeten geraakt en dat is eigenlijk echt het schalen van je database. Dat is een zeer belangrijk gegeven. Dus in dit geval gaan wij een cluster opzetten van 3 MySQL servers. Dus gewoon om alle extra database calls te gaan doen. Waarom niet meer? Dat is eigenlijk heel simpel. Wanneer we een WordPress site hebben, in 95% van de gevallen gaat de bezoeker eerst vooral een statische pagina aangeleverd krijgen, een homepagina of wat dan ook. En niet iedereen gaat doorklikken op het registratieformulier. Dus het aantal mensen die een contactformulier invult of een data invoert in de database gaat sowieso iets lager liggen dan het totale aantal bezoekers. Is 3 genoeg? Hangt af van je use case. Als je echt een evenement krijgt waar ticketverkoop gebeurt, zet er een paar meer bij. Heb je een evenement waar er hier en daar wel wat database queries moeten gebeuren, maar niet iedereen heeft die noodzaak, kan je perfect met bijvoorbeeld 3 starten. En je kan bijschalen. Het is heel eenvoudig om dit uit te breiden met een extra node. Nu, om je een idee te geven, ik gebruik de absolute basis setup, absoluut basis aanbod van DigitalOcean in dit geval, dus 1 virtuele CPU, 1 gigram, daarop zet ik mijn MySQL server. Dus in totaal zet ik met eigenlijk een kost van $15 in de maand op dit moment. Nu, ik ga nog even terug, ik heb hier die URL bijgezet. Ik ga niet in detail ingaan op exact hoe die replicatie en alles opgezet wordt, want dan heb ik 3 uur nodig om de volledige talk te geven. Dus dat wordt een beetje moeilijk. Maar ik zou jullie van harte deze tutorial of deze link aanbevelen. Ik tweet straks nog de slides en ik publiceer ze ook nog. Want daarin staat echt stap voor stap alles uitgelegd om dit te kunnen gaan opzetten. Nu, dus we hebben 3 nodes. Nu, wat is een element dat heel vaak vergeten geraakt? Is een plugin, het is eigenlijk zelfs niet geen plugin, maar je vindt hem op de plugin repository, genaamd HyperDB. Het is een plugin van Automattic, die ervoor zorgt dat je eigenlijk vanuit je WordPress kan gaan connecteren met meerdere database servers tegelijkertijd. Nu, om die connecties te gaan maken tussen WordPress en onze database servers die we opgezet hebben op DigitalOcean, zijn er een aantal stappen die we moeten nemen. Wanneer je de plugin downloadt, ga je zien als je die unzipt, daar zitten maar 3 files in. Het is geen typische plugin. Niks daarvan komt ook in wp-content/plugins terecht. Heel belangrijk. Je hebt een db-config-file. Daarin moeten we de database connection strings gaan invoeren. En dan plaatsen we die in de rootmap van onze installatie of waar de wp-config staat als die een niveau hoger zou staan.
Het ziet er dan eigenlijk zo uit als we de wp-config ook gaan editeren. Dus dit is gewoon het klassieke stuk. Ja. Dit kennen we ook, maar hier staat nu niet meer localhost of de ene server die we al hadden, maar hier staat dan 01, 02, 03, host, slave 1 en slave 2. Door die clustering op te gaan zetten, worden de database connecties nu verdeeld dankzij Hyper-DB over deze drie database servers, wat eigenlijk wil zeggen dat je, waar je bijvoorbeeld eerst misschien 50 of 30 database connecties ter beschikking had op je database, wat een courante waarde is voor de meeste shared hostings, mag je dan nu maar drie gaan doen. Op hetzelfde moment. En dat maakt het al net iets handiger om meer database interactie ook weer te gaan accommoderen. Vervolgens moeten we de db.php in de wp-content plaatsen, zodat WordPress hem oppikt en dat het in gebruik wordt genomen. Voor veiligheidsredenen, alsjeblieft, haal de bijschrijfpermissies even weg. Kan je met dat commando gaan doen. Dan. Nu hebben we in principe onze database gecoverd, om iets meer trafiek te kunnen, of iets meer interactie te kunnen gaan onderhouden. Maar dat lost het probleem met de frontend nog niet op, want uiteindelijk zitten we nu met een database, een cluster van databases die 90 tot 150 simultane connecties aan kan, wat al best aardig is op hetzelfde moment. Maar onze frontend kan nog steeds maar 25 connecties aan, dus kortom gezegd, die database staat daar eigenlijk weinig tot niks te doen. Dus dan kunnen we Varnish gaan toevoegen. Varnish, opnieuw een link, maar ik ga er wel iets meer in detail op in. In dit geval zou ik persoonlijk kiezen voor op zijn minst een machine van 2 gigabyte, want die Varnish gaat wel best wat te verduren krijgen. Dan nog is dit maar een additionele $10 in de maand, wat op zich weer vrij laag is qua budget. Nu, om Varnish te gaan opzetten, is gewoon eigenlijk een blanco node die je maakt, een blanco Linux server. Met een paar commando's kan je eigenlijk Varnish al heel snel werkend krijgen. Eerst moet je de key toevoegen aan apt, kan je met dit commando. Vervolgens gaan we de repository toevoegen. En dan kunnen we gewoon even apt-get updaten en Varnish gaan installeren. Nu op dat moment, als we dan surfen naar het IP-adres van onze Varnish server, gebeurt er uiteraard nog niks, want Varnish is nog niet geconfigureerd om te weten wat hij in het cache moet gaan steken. Nu in dit geval, Varnish komt met een standaard configuratiefile, een zogenaamde VCL. Maar dat is echt absoluut basis en in essentie cache je quasi alles wat er gewoon binnenkomt. Dus in een WordPress situatie wil je dat niet, want dan kan je niet meer in de wp-admin en dergelijke zaken. En het gaat hele rare dingen doen. Daarom is er een VCL specifiek voor WordPress beschikbaar. Het is een heel lang adres, maar nogmaals, ik tweet ze en zo. En die kan je eigenlijk beter invoeren als de standaard VCL. Want deze is specifiek geoptimaliseerd voor WordPress. Dus die houdt rekening met de uitzonderingen van de WP-admin, plugin functionaliteiten, noem maar op. Dus dit is echt afgestemd op WordPress. Nu, in die VCL, dus dat bestand, dus default.vcl, gaan we dan even moeten opendoen. En gaan we eigenlijk twee lijnen ook moeten invoeren om aan te geven van kijk, waarmee moeten we connecteren. Dus in dit geval, ik heb die DigitalOcean node waar ik alles op simuleer. Dus de shared hosting zogezegd heb ik shared.brechtwijkaard.com genoemd. En uiteraard connecteren we op poort 80 voor het webverkeer. Op dat moment hebben we eigenlijk, in een zeer sumiere, basale opzet hebben we eigenlijk de frontend gecoverd staan. We hebben mogelijkheid tot meer backend connecties ook. In essentie hebben we nu dit gecreëerd. Nu, totale kost van deze cluster, bovenop onze bestaande hosting, zitten we nu aan $25. Wat op zich een vrij acceptabele prijs is. Ik zeg het, je kan ermee schalen. Je kan gaan zeggen van ik zet er nog tweede Varnish bij, of ik zet er nog 4 MySQL nodes bij, of ik zet er een tweede webserver bij. Het kan allemaal, maar ik ga eerst even tonen hoe ver we komen met dit. Ik heb de benchmarks opnieuw gerund en om het iets leesbaar te maken heb ik de output nu even hier gezet.
Dus we hebben dezelfde 1000 bezoekers op dezelfde moment als we net onze server neerhaalde naar de server gestuurd met Varnish, met die extra toevoeging op de database. Op dit moment verwerkt hij alles in 8,5 seconden en doet hij er 144 per seconde. Wat vrij acceptabel is voor een setup van een goede $25 à $30, zeg maar iets of ja. Nu, we kunnen daar nog een pak verder in gaan. Zoals ik zei, kan je gaan uitbreiden. Je kan er extra webservers gaan bijplaatsen. Je kan er extra MySQL servers gaan bijplaatsen. Allemaal afhankelijk van jullie budget natuurlijk. Nu, wanneer je extra webservers er gaat bijplaatsen, zal je sowieso HAProxy moeten installeren. Dat is eigenlijk op zich ook weer een node die in dit geval dan voor de Varnish komt, dus waar echt alle verkeer binnenkomt. En die gaat dan, als je bijvoorbeeld 3 Varnish nodes hebt, gaat die dan uitsplitsen naar 1 node, 2 node, 3 nodes, zodat de load over al die machines heen onder controle blijft en dat alle zware inkomende trafiek echt op een gunstige manier, op een goede manier verwerkt geraakt. Oh. Dan is er nog iets waar ik nog niet echt over gesproken heb, dat is eigenlijk het toevoegen van Redis voor object caching. Nu, waarom zou je dit nog gaan doen? Op dit moment hebben we de frontend gecached. Hebben we accommodaties voor meer database interactie. Maar we doen geen database caching. Dat wil zeggen, er gaan sowieso in je site, stel je hebt een WooCommerce site, waar bepaalde filters worden toegepast. Die moeten dan gequeried worden op de server. Dat zijn queries die door meerdere bezoekers met voldoende regelmaat gaan gemaakt worden om eigenlijk ervoor te zorgen dat ze kunnen gecached worden. In zo'n geval kunnen we er nog een Redis node gaan tussen steken. Ook zo'n basisformule van $5, dus zo 1 gigabyte RAM, kom je al aardig mee als het geen supergrote site is. Als het echt een hele grote site is, neem een iets zwaardere. Het voordeel daarvan is dat Redis gaat eigenlijk de queries die gemaakt zijn en die frequent terugkeren, die gaat die in RAM gaan bijhouden, die waarden. Waardoor die eigenlijk uit RAM meteen kan aanleveren en dat de database server eigenlijk ook weer ontlast wordt. Dus die krijgt geen verzoek binnen, maar het wordt allemaal rechtstreeks uit Redis gehaald. Dus dit is eigenlijk echt een soort van cache die ervoor staat, echt voor alles in zaken database. En enkel trafiek voor queries die uniek zijn of die op geen enkele manier gecached kunnen worden, daarvoor zal de database server ook weer worden aangesproken. Dus op die manier kan je ook weer een pak extra requests gaan vermijden naar de database server toe en ook vermijden dat dus daardoor je database cluster neergaat. Even kijken. Ja, in principe was dat hem al. Is iets sneller dan verwacht doorgegaan. Ja. Maar twee vragen. Tuurlijk. Als je meerdere database toolpunts eigenlijk gaat aanmaken, moet er dan geen synchronisatie plaatsvinden tussen die databases in dynamische sites? Ja. Hoe gebeurt dat? Dat is eigenlijk. Even teruggaan naar. Dit. Dat is in principe waarom ik ook deze meegeef. Omdat ze gaan je niet in dit verhaal ook niet alleen tonen van hoe zet je hem op, maar ook hoe zet je de replicatie op. Want je moet inderdaad een van de nodes gaan definiëren als master, de twee andere als slave, en dan ook uiteraard de replicatie ertussen in orde brengen. Maar het is niet bij iedere site mogelijk. Als je een hele interactieve site zet, waar continu voor één gebruiker meerdere dingen moeten worden opgehaald, meerdere sessies moeten worden aangemaakt? Dus er zijn uitzonderingen, er zijn altijd uitzonderingen. Het aantal sites waar het niet mogelijk is, ik kom ze ook tegen hoor, maar voor het gros van de sites kan je dit wel doen. Het is wel case by case inderdaad te bekijken. Nog een vraag, ik zag je ook APC aan het stellen op je eerste slide. Is dat met Farmers niet een beetje overkill? Zijn het dezelfde mechanismes? Dit is. Je hebt het op deze slide. Op cache en APC. Dit is eigenlijk gewoon van de formulepagina van de hoster. Dus ze bieden APC aan, ze bieden op cache aan. Okay. Ik zou inderdaad APC niet inschakelen wanneer je Varnish draaien hebt.
zie ik. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Wanneer zou je APC gebruiken, wanneer zou je Fortnus gebruiken? APC zou ik vooral gebruiken voor de niet super zwaar belaste opstellingen. Eerlijk gezegd, wanneer ik aantallen hoor van een paar duizend per uur, is voor mij is er eigenlijk geen twijfel mogelijk. Dan ga ik sowieso voor Varnish gaan, omdat Varnish net iets meer kan trekken. APC draait in de meeste gevallen ook weer lokaal op dezelfde server, waardoor dat die weer extra belast wordt. En Varnish staat ervoor, dus de server wordt echt meer gespaard, waardoor de database wel weer responsiever blijft, waardoor dat alles toch weer net iets vlotter gaat. Dus ik ga eigenlijk APC zelden tot nooit gebruiken. Van zodra dat er load komt, ga ik eigenlijk bijna by default naar Varnish. Alsjeblieft. Ja. Die Apache tool die je aan het doen houdt, die werkt niet alleen op Apache, die werkt dus ook op Nginx en op Varnish. Je kunt daar elke server mee testen? Wij gebruiken hoofdzakelijk Apache. Dus er zijn nog andere tools die dit doen ook. Volgens mij, maar in principe, het is te zien wat je wil doen. Ja, in principe, de tool zelf draait gewoon op Apache. Ja. Integreert met Apache. Dus als je een server hebt met Apache, kan je die wel gebruiken om bijvoorbeeld die trafiek te sturen naar een server die dat niet draait. Maar ik heb het zelf nog zo niet getest. Dus wij werken eigenlijk hoofdzakelijk met Apache. Dus voor mij is de stap naar AB is eigenlijk de logische stap. Er zijn andere tools ook. Er is er een die meer universeel is, maar de naam ontglipt mij spijtig nog even. Ik ga kijken als ik hem kan vinden, dan laat ik hem je nog weten. In je test je natuurlijk alleen de homepagina. Het heeft een idee dat het van de homepagina. Klopt. Als je zelf ook zegt, de homepagina is meestal onstatisch. Dus eigenlijk die tweede test die je doet, raak je waarschijnlijk helemaal die drie database-servers niet in aan. Nee, in principe niet. In principe niet. Maar ik heb ook nog niet echt een goede tool gevonden om dat echt geautomatiseerd te gaan testen. Je weet ook, als we in zo'n opstellingen naar database queries gaan, dan is het vaak omdat er een interactief element met de gebruiker op zit. Die gebruiker voert data in en gaat ze publiceren of is aan het filteren in een shop of wat dan ook. Ik heb nog niet echt dergelijke gemakkelijke tools gevonden om dat echt geautomatiseerd te gaan runnen. En ik had ook niet echt 90 mensen in de buurt die even tegelijkertijd op dezelfde fractie van een seconde op een knopje wouden klikken. Dus, maar inderdaad, dat is een zeer, zeer valabel punt. Desondanks kan je eigenlijk wel stellen dat je gewoon theoretisch je berekening kan gaan maken. Als je, zeg maar iets, je hebt 30 connecties in de standaardomgeving. We trekken die op naar 90 bijvoorbeeld, of naar 150. Als je gewoon weet hoeveel RAM je berekening nodig heeft, je queries, dat is vaak minder dan 32 megabyte RAM, dus dat valt best mee. Kan je echt gaan kijken van, hoeveel RAM moet ik voorzien om al die bezoekers tegelijkertijd die queries te kunnen laten runnen. En dan kan je ook je theoretisch maximum en kan je eigenlijk echt wel gewoon vlak af zeggen van, Dit is mijn limiet, meer kan ik niet aan, dan moet ik een extra node gaan bijzetten. Dus dit valt eigenlijk, naar mijn mening, beter te berekenen op voorhand dan gewoon de bezoekers dat je moet accommoderen. Want bezoekerspieken kunnen heel variabel zijn. En maar er is inderdaad niet, ik heb niet echt een vlotte manier om dat te gaan testen. Tuurlijk, tuurlijk. Als je zelf een virtual host hebt, weet je hoe je die kunt instellen? Dat zit in de, in Apache is dat Keep Alive, dus eigenlijk, vroeger noemde dat de Max Clients, is dat eigenlijk gewoon. Ah, okay, ja. Dus het komt overeen, dit is gewoon omdat het is op een, ik denk dat zij PHP FPM draaien en dat is gewoon echt 25 processen die ze starten. Het zit in de webserver, niet in PHP zelf? Nee, het zit in de webserver inderdaad, klopt. Alright. Yes. Kun je instellen voor PHP Works met PHP MyInfo iets makkelijk uitlezen wat dat bij die treffers is? Dat heb ik eigenlijk zelf nog niet getest. Daar kan ik eigenlijk op dit moment geen antwoord op geven. Ik zou het moeten kijken. Ik denk dat het afhangt van welke modules dat je staat.
cPanel, denk ik. Ik zelf ben niet vertrouwd met cPanel, dus dat kan ik je niet zeggen. Mijn excuses. Nog enige vragen? Nog meer vragen? Niemand meer? Nee. Nou, okay. Dan wil ik eerst even een groot applaus voor Brecht.